Veiligheid voorop. Hoe doe je dat goed? Met meer dan 100 onderwijs- en onderzoeksinstellingen die samenwerken, ligt gijzelsoftware, een datalek of een phishingaanval al gauw op de loer. Hoe zorg je voor een veilige, digitale leer- en werkomgeving? Laten we beginnen bij de digitale voordeur van jouw instelling. Zit deze goed op slot? Met goede spamfilters en het gebruik van een firewall houd je ongewenste gasten buiten. Achter de voordeur houd je controle over wie bij welke systemen kan, onder andere door het netwerk in segmenten te delen en met Identity en Access Management. Maak backups en plaats die op een veilige plek binnen en buiten je instelling. Met deze en nog een aantal andere maatregelen is de basisbeveiliging op orde. Samenwerken, kennis delen en data uitwisselen. Daar draait het om in onderwijs en onderzoek. Of je nou vanuit je instelling, huis of een koffietentje werkt, met versleutelde verbindingen, web- en internetstandaarden en certificaten maak je het veilig. Belangrijk om ook hierbij controle te houden over wie waarbij kan. Als je veilig en versleuteld bestanden wil versturen, zit je goed met Surf File Sender. En met diensten zoals Surf Research Drive kun je veilig je bestanden opslaan en delen. Veilige verbindingen en veilig inloggen zijn ook belangrijk als je instelling van clouddiensten gebruik maakt. Maak duidelijke afspraken met je cloudleverancier. Daar maken security en privacy onderdeel van uit. Neem deze op in de verwerkersovereenkomst en voer een Data Protection Impact Assessment uit. Zo weet je hoe je informatie verwerkt wordt en welke maatregelen hiervoor zijn genomen. Binnenshuis check, buitenshuis check, cloud check. De volgende stap is proactief kwetsbaarheden verhelpen. Dat doe je bijvoorbeeld door patch management en het geregeld uitvoeren van vulnerability scanning, pentesten en weerbaarheidstesten. Met goede logging en monitoring kun je zien of er een ongenode gast binnen is. Krijg je een alert? Dan kun je die het beste opvolgen vanuit de Security Operations Center. En bij incidenten kun je 24/7 terecht bij Surf Cert. Bewustwording is ook belangrijk. Met behulp van bijvoorbeeld campagnes en het oefenen van een realistische cybercrisis, test je of je crisisprotocollen goed werken en hoe je instelling op een crisis reageert. Met bovenstaande acties is de basisveiligheid van je instelling op orde. Maar het zo houden kost structureel aandacht, tijd en capaciteit. Voer daarom regelmatig audits uit. Doe mee met de Surf Audit Benchmark en betrek het college van bestuur regelmatig bij de status van de informatiebeveiliging. Tot slot, blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de beveiligingscommunities van Surf, het Cyberdreigingsbeeld Onderwijs en Onderzoek en het Security Expertise Centrum. Samen zorgen we voor een veilige en weerbare digitale leer- en werkomgeving. Nu en in de toekomst. Meer weten of hulp nodig? Ga naar sec.surf.nl. Samen maken we de sector veilig.